Hi, ik ben Erik van Bright en vandaag zijn we bij het DMI in Den Helder. Dat staat voor Directie Materiële Instandhouding van Defensie. En we gaan hier zien hoe ze mensen lichamelijk verbeteren. En nee, niet door middel van genetische manipulatie. Dat doen ze door middel van exoskeletten. En dan weet ik, dan denken jij en ik meteen aan een soort van transformer-achtige pakken zoals je in Avatar hebt en Elysium, waarmee je hele gebouwen kan optillen. Dat is niet helemaal waar. Maakt dat het minder spannend? Absoluut niet. Maar eerst belangrijk om te weten, wat is nou precies een exoskelet? Nou, exoskeletten zijn draagbare harnassen die door middel van technologie bepaalde lichamelijke bewegingen makkelijker kunnen maken en zelfs kunnen overnemen. En daar zijn verschillende varianten in. Er zijn bijvoorbeeld exoskeletten die mensen helpen die verlamd zijn, die daardoor weer kunnen lopen. Maar ook exoskeletten die mensen helpen om hele zware dingen op te tillen en dat versterken. En ook die mensen helpen die langdurig in onnatuurlijke houdingen moeten werken en dat werk dus een stuk lichter kunnen maken. Maar ja, wat voor exoskeletten hebben ze hier eigenlijk bij Defensie? Ja, en zo staan we hier ineens op een waanzinnig groot schip met majoor André Wijnveld. Ik ben wel heel benieuwd. We hebben hier heel veel exoskeletten liggen. Wat voor verschillende exoskeletten hebben jullie precies? We hebben hier onder andere Levo-exoskelet. Dat is een tilhulp. Die ondersteunt je dus bij tillen van lasten. De tweede die hier ligt is de Skelex-exoskelet. Dat is een exoskelet wat vooral bedoeld is voor het werken boven je macht. Nummer drie is eigenlijk een doorontwikkeling van een exoskelet waar we eerder naar hebben gekeken. Dat was een exoskelet vooral bedoeld om rugzakken, nou niet lichter te maken, maar het draagcomfort te vergroten. Ja, de laatste die hier ligt is een mooi verhaal, dat is eigenlijk weer de Skelex. Maar dit is alweer een doorontwikkeling van eigenlijk de versie die daarvoor ligt. Deze hebben we eigenlijk, nou ik wil niet zeggen dat wij die met Skelex hebben ontwikkeld, maar zeker de gebruikerservaring die wij binnen Defensie hebben opgedaan door het werken met dit soort exoskeletten hebben geleid dat hier een aantal aanpassingen in zijn gedaan. Maar waar kan ik ze daadwerkelijk aan het werk zien hier? Nou, een van de mooiste dadelijk is, wat ik altijd vind, is inderdaad bij de directie materiële instandhouding. Ja. Daar worden de schepen waarop we nu staan en die om ons heen liggen, worden daar onderhouden. Daar hebben deze exoskeletten een enorme impact gehad. Ik denk dat het een mooie plek is om zo te gaan kijken als eerste. Ga ik daar naartoe? Achter ons wordt flink gelast aan deze boot. Wat zijn we hier precies nu aan het doen, Thomas? Wij zijn een huidplaat aan het terugzetten. Een stuk metaal voor een tank, ja. Een trimtank, om het schip te balanceren. Zwaar werk? Het is fysiek zwaar werk, ja. Ja. En jullie werken dus ook met die exoskeletten hier? Ja, puur om het makkelijker te maken voor ons. Kun je maar even meenemen naar de allereerste dag dat jij dat exoskelet aan had en dat je hier aan het werk ging? Eigenlijk best wel grappig, want je verwacht het niet. Zeg maar, nee. Dat hij in één keer 4 kilo wegneemt van je. 4 kilo? Ja, per arm. Dus in totaal 8. Dus als je, stel je voor, je hebt niks, 4 kilo boven je hoofd, een half uurtje slijpen, heel zwaar. En vervolgens een pak en die tilt als het ware, zeg maar, voor de gein 4 kilo weg. Dat is best wel vreemd in het begin. Ja. Maar het werkt echt super. Nou, ik ga je niet lang ophouden, want dan moet je hard gewerkt worden. Dank je wel even voor je tijd. Ja, en succes met de exoskelet, hè? Komt goed. Oké, hoi. Ja, we zijn hier op Vliegkamp de Kooi en achter mij wordt zometeen deze helikopter klaargezet. Want we gaan namelijk met en zonder exoskelet eens kijken hoe makkelijk zo'n helikopter kunnen bevoorraden. Indrukwekkend hoor dit. Ja, en dan sta ik hier nu met allemaal spullen en die moeten in deze NH90 hierachter. En ja, dat doe ik in eerste instantie even zonder exoskelet en daarna met, om te kijken of het toch een klein beetje een verschil oplevert. Mannen, zijn jullie klaar? Mooi, ik ook. Let's go. Zo. 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 Oké, check. Lekker. En dan is het nu tijd voor het exoskelet. Ja. Alsof ik een springveertje ben nu. Ik heb echt niet idee dat ik hoog kan springen ook nu. Ik ben er klaar voor. In 3, 2, 1. Oh.
Hoppa! Alsjeblieft. En de laatste. Dat is het. Hopsa. Kijk, het blijft gewoon wel zwaar om hem op te tillen. Maar je tilt gewoon, dit is een stuk makkelijker. Uiteindelijk, het gewicht hou je nog steeds wel. Maar steeds dat optillen vanuit die rug en die buikspieren die ik niet heb. Dat ga je op een gegeven moment toch wel een klein beetje voelen. Dus niet sneller, wel wat chiller. Ja, goed om te zien dat Defensie er alles aan doet om haar mensen zo goed mogelijk te beschermen in de zware omstandigheden waarin ze vaak werken, waar blessures om de hoek komen en waar het vaak ook echt om mensenlevens gaat. En het exoskelet helpt daar echt bij. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat voor nieuwe innovaties we hier nou precies nog gaan krijgen, want ik moet zeggen, het bevalt me wel zo'n exoskelet. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Ja, dan ben ik van jou wel benieuwd. Wat denk jij wat de toekomst van het exoskelet precies gaat bieden? En waar zou jij het voor willen gaan gebruiken? Laat het even weten in de reacties. En je weet het, hè. Belletje, duimpje, abonneren en tot de volgende. Bye!